We ontmoeten Wouter, geboren in Lelystad toen het nog geen Lelystad heette. En wiens vader hielp met het ontwerpen van Almere. De pioniersmentaliteit is aan hem doorgegeven. En daarom startte hij zijn eigen bedrijf, waarin high-tech oplossingen worden bedacht voor de voedingsmiddelenindustrie. Zo, wie ben ik? Nou, ik ben Wouter de Heij. Lang geleden gestudeerd scheikundige technologie in Delft. Ik kom uit de Flevopolder. Ben 12, 13 jaar zelfstandig ondernemer. Sommige mensen zijn serieondernemers. Wat wij hier doen is parallel ondernemerschap. Dat betekent dat we meerdere initiatieven parallel aan elkaar starten en succesvol uitrollen. Dat doen we in het domein van nieuwe technologie en voedsel en voedselverwerking. En voeding en gezondheid en over de hele wereld. We vroegen Wouter, hoe doe je een ontwikkeling? En hoe kom je tot een goed idee? Nou, dus wat ik al zei, het is niet een kwestie van onderzoek doen en dan ontwikkelen. Eigenlijk gaat het over idee, prototype, eerste klant, samen met de eerste klant aanpassen, bijsturen, in de praktijk heet dat, en dan door laten groeien. Dat zijn eigenlijk ruwweg de drie stappen die je moet zetten. Nou, als je gaat kijken naar ideeën, dan is het bijna altijd een combinatie, op z'n Duits heet het een neue Kombination, van twee of drie bestaande zaken. En dus de beste ideeën vind je door op de scheidingswanden, de scheidingsplekken te gaan zoeken van verschillende werelden. Of door een creatief proces bij jezelf te starten waarbij je zegt, als ik nou dit combineer met dat, wat zou er dan uitkomen? Vervolgens vroegen we hem, wat denk jij dat de toekomst is van ons voedingssysteem? Wat ik denk dat er gaat gebeuren, is dat de tweedeling in alles wat je kan verzinnen, groter dan ooit gaat worden. Laten we dat even proberen toe te lichten. Het aantal boeren neemt in Nederland al in 50, 60, 70 jaar echt heel in een rap tempo af. Die trend gaat zich alleen maar doorzetten. Dus over 30 jaar hebben we geen 5000 varkensboeren, maar nog 200. Hebben we geen 18.000 melkveehouders, maar nog 1000. Hebben we misschien 10 of 15 grote partijen die in de kassencomplexen nog bezig zijn. En dat is high-techer, dus meer technologie dan ooit. Dat is volledig gerobotiseerd, dat is volledig geautomatiseerd, dat is industrieel groot, om het zo maar te zeggen. Maar het industriële schroot is wel zo duurzaam, onafhankelijk van kunstmest, chemie, dat zelfs naar huidige maatstaven je zou zeggen, ja, dat is toch het beste wat de natuur kan geven. Dus het is niet de keuze tussen gaan we industrieel versus biologisch, wat vaak een soort van... Er is een soort van derde weg. En ecologisch high-tech, dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren aan de boerenlandbouwkant. De conclusie? We hebben de identiteit van Flevoland en de Flevocampus gevonden door onze reis en de mensen die we spraken. Flevoland is een land van cowboys, avontuurlijke mensen die pionieren. Het zijn ondernemende, praktisch denkende mensen die zorgen voor oplossingen voor de problemen van vandaag. En morgen.